Hij is weer terug in band na een reis per auto dwars door Centraal-Azië. Fred Postma heeft die Trans-Asia Classic deze zomer ondernomen. In totaal reden 40 klassieke auto's mee. Voor vertrek was hij hier al in de studio. En nu na afloop willen we natuurlijk weten hoe dat avontuur is afgelopen. Fred Postma dus, drijvende kracht achter het evenement. En Geo Bremer, die binnen het organisatieteam verantwoordelijk was voor de techniek, is ook hier in de studio. Heren, welkom. Fred, om te beginnen, fijn dat je weer terug bent. Heel, dankjewel. Het was toch was een aardig reisje, hè? Ja, 26.000 kilometer gereden in 70 dagen en door 19 landen. Dus dat was een hele trip, ja. Ja, viel het mee of tegen? Ja, viel niet mee en viel niet tegen. Zoals ik het had verwacht. Ja, je zat hier voordat je vertrok. Mm-hmm. Ook in dezelfde studio, op dezelfde stoel. Ja, klopt. Met een hele grote big smile. Van nou, wat, dit gaan we doen en daar gaan we naartoe. En toen zeiden we nog, oh, toen kijk alsjeblieft uit. Want er zijn landen die niet echt heel erg veilig zijn. Zijn er nog hele spannende dingen gebeurd waarvan je dacht van, oh, misschien had ik het beter niet moeten doen? Nee, niet echt. Nee, je hebt tegenwoordig navigatie, daar wordt een stuk makkelijker van als je in Beijing, stad van 22 miljoen inwoners, het hotel moet vinden. Dan leek me dat heel moeilijk, maar achteraf viel het erg mee. Ja, heeft haar auto het overleefd? Ik heb 3 keer een lekker band gehad. Ik heb 2 nieuwe banden gekocht. En een stukje van de uitlaat eraf, het achterste stukje. Dus nee, je auto heeft prima gedaan. Ja, maar je doet net nu een beetje alsof het allemaal niks voorstelt. Ja. Alsof het een beetje een tochtje naar de supermarkt is. Maar dat is nou, ook dat, niet zo. Dat is het niet. Maar je zit in een bepaald ritme. 2 dagen rijden en 1 dag rust. Ja, en ik vind het wel leuk over het platteland te rijden. En dat kan in Turkije of Iran of Turkmenistan zijn. Dat blijft bijzonder. En dat... Dus je hebt eigenlijk een heerlijke zomer gehad? Nou, het was 48 graden in Turkmenistan. Dus ze klagen hier in Nederland dat het warm was. Maar ja, dat was echt warm. Ja, kan je daar een beetje tegen? Nee. Geen airco, hè, de auto? Nee. Waren de auto's met airco? Wij hadden in het begin, kom ietsje naar voren, naar de microfoon. In het begin hadden wij wel airco, alleen die bij 47 graden of 48 graden houdt het er ook mee op. Ja. Jij bent meer van het technische gedeelte. Jij ging mee als, wat is het? Techniekteam. Techniekteam. Veel gekke dingen meegemaakt? Nee, dat viel op zich wel mee. We waren natuurlijk met wat kleiner groepje waar we last van hadden. Dat was vaporlock, noemen we dat. Vaporlock. En wat is dat? Nou, dan begint de brandstof zo warm te worden, dan wordt het gasvormig. En dan lopen de autootjes niet meer. Dan houden ze er gewoon mee op. Ja, dan krijg je niet slecht starten. En toch zeker als je de bult op moet en starten, dat wil dat niet. Nee, had je dat van tevoren kunnen bedenken? Dat heb ik in Amerika ook een keer meegemaakt. Met Fred's auto toevallig, waar ik mee voorgereden heb van de vorige reis. Toen hebben we dat gehad, toen had ik gewoon benzine bijgevuld. En dat is weer koelere benzine en dan werkt het weer. Ja, dat heeft gewoon te maken met die extreme temperaturen. Ja. Dat gebeurde. Alleen dat was daar zo heet. En toen in Iran kregen we daar de oplossing voor. En dat was? Een Iraanse vrachtwagenchauffeur. Die zag Fred zijn broer Klaas. Die stond met de motorkap omhoog. Die zei, u moet een zak vullen met zand. Of grond van langs de weg. Knip dat met ijzerdraad om je benzinepompje. Koelt dat met water. En gaan met de banaan. En dat werkte. Aha. Heerlijk. En we hadden 5 Amazones die er last van hadden. En die hebben dus allemaal hebben het werkwoord sokken uitgevonden. Dus die hebben we gezokt. En toen was dat probleem over. Ja. Wat was het meest spannende, Frit? Wat jij meegemaakt in die reis? Nou, als je door de Gobi-woestijn rijdt, 1000 kilometer. Ja, dan hoop je niet dat je met pech komt te staan midden in de woestijn. Maar dat ging allemaal prima. Het autootje was zeer betrouwbaar en ging hartstikke goed. Maar zit je dan af en toe het duim achter het stuur? Nee, ik heb wel vertrouwen in de auto. En aan de andere kant, ja, mocht er wat gebeuren, we hebben goede monteurs mee, we hebben onderdelen mee. Het zijn natuurlijk wel auto's ouder dan 25 jaar. Dus een eerlijke techniek en alles is eigenlijk wel te repareren. Ja. Ja, want Geo heeft het dus eigenlijk helemaal niet druk gehad, begrijp ik zo. Even los van dat gezongen. Het was meer vakantie deze ronde. Vergeleken met andere reizen was het meer vakantie. Is dat eigenlijk jammer? Want ja, je gaat natuurlijk ook mee. Nou, je technische kant. Het is wel leuk als je overdag dan ook weer eens wat te doen hebt. Ja. Want anders zijn het wel lange rijdagen. En dan breekt dat de dag wel een beetje. Ja. Is iedereen veilig teruggekomen? Elke auto en elke deelnemer heeft de finish bereikt. Ja. Wel 2 auto's en terug. Een paar beste deuken in zaten. Ja. Zijn er ongelukken gebeurd dan? Ja. 2 aanrijdingen, ja. 2 auto's flink in elkaar. Met een andere auto of met een... Ja, en daar kon ze zelf niks aan doen. Maar in sommige landen zijn het wat wegpiraten. Met name in China is extreem.
En Iran is ook een gekkenhuis. Echt waar? Ja, naar Iran binnenrijden is wel iets aparts. Ja, is dat gevaarlijk om daar te rijden? Ja, maar het is gewoon net te druk. En nou ja. Iedereen die crosst maar een beetje door elkaar heen. Dus. En ze proberen je links en rechts in te halen. En ze proberen, ja, er is één regel en er zijn geen regels. Nou vertelde je voordat jullie weggingen, dat volgens mij bij de Chinese grens, dan willen ze altijd nog eens even zeker weten dat je wel kunt rijden en zo. Is dat ook allemaal goed gegaan? Ja, we hebben ons Chinese rijbewijs gekregen. Ja? Ja. Maar we hebben wel 9 uur moeten wachten voordat we China binnen konden. Oh. En de dag daarna is de auto nog helemaal binnenstebuiten gekeerd. Vertrouwden ze jullie niet? Ja, ik kom niet. We moesten naar een soort RDW-keuringsstation. En dan moest er een Chinees ongeveer 100 meter mee rijden. Kregen hem weer terug en dan moesten we weer naar een volgend terrein. En dan moest er weer een mannetje komen om het chassinummertje nog eens te checken en te doen. Hmm. Dus het was weer een hele dag druk. Ja, het was niet Fred, was dat ook een beetje vakantie? Ja, absoluut. Ja, ik geniet ervan. Ik ben niet iemand die op strand moet liggen en niks doen. En nee. Ik ben graag onderweg en dan rijden. Ik wil graag veel zien en dan is reizen natuurlijk een ideale manier. En zeker met je eigen auto. Ja, had je nog wel wat meegenomen vanuit band? Een hagelslag of pindakaas? Nou, veel drop had ik mee. Drop? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, voor jezelf of ook om uit te delen? Nou, ook af en toe. Ja, ja ook voor mezelf, ook om weg te geven. Maar niet iedereen vindt drop lekker in het buitenland. Ja. Maar mensen omkopen, moest je dat ook? Nee, hebben we niet echt gedaan. Bij de grens bijvoorbeeld? Nee. Nee, want meestal werkt het zelfs tegen je. Nou, Geo wel, geloof ik. Ik heb in Turkmenistan nog een paar dollartjes betaald, ja. Ja, is dat zo? Waarvoor? Anders kreeg je geen stempel in het paspoort. Gewoon om het snel geregeld te krijgen, had je het idee dan. Maar dat ging dan om $5 of zo. Ja. En dan hoorde die andere man dat. En die wou natuurlijk dan ook $5. Ja, de groot gelijk. We hebben wel eens wat sigaretten uitgedeeld en dat soort dingen. Maar. Ja, heb je armoede gezien daar? Ja, zeker het Russische platteland is armoedig. Het platteland het algemeen in Iran en Turkmenistan. Zodra je buiten de grote steden bent, dan is het wel armoedig. Ja. Doet dat wat met je, denk je? Of zeg je nou, ik hoop dat die carburateur niet vol raakt met zand en ik wil vol gas? Nee, ik ga wel van de weg af om te kijken hoe de mensen echt leven. Maar heel veel landen zijn de mensen zelfvoorzienend. Ze hebben een hele grote tuin met allemaal groenten en fruit waar ze van leven. Ja. En ze hebben een partij hout naast de deur liggen, want jij moet natuurlijk niet vergeten, in Siberië en in Rusland kan het gewoon -30 worden. Ja. -40, dus ja, je dan wil stoken, heb je een hoop hout nodig. Hoe gaat het eigenlijk als jij van de weg afgaat en met de mensen in contact wil komen? Word je dan hartelijk ontvangen? Of denken ze van, wat is dat voor rare kwast die mensen vinden het al heel erg leuk dat je in een klassieke auto rijdt, want die kennen ze absoluut niet. Dat vinden ze heel leuk. Die van mij zitten heel veel stickers op, dat vinden ze prachtig. Ja, het is wel eens lastig, want ik spreek natuurlijk geen Chinees en geen Russisch, maar mensen zijn heel erg geïnteresseerd en dat geeft dan een band. Met een D. Ja. En die ervaring, ja, we waren vooral benieuwd naar het hoogtepunt. Wat jullie het meest is bijgebleven. Wat jullie het allermooist vonden onderweg. Fred. Nou, ik vind het heel moeilijk te zeggen om er één hoogtepunt uit te kiezen. Het waren er toch wel meerdere. Ik heb een ballontocht in Cappadocië in Turkije gedaan. Ook nog even tussendoor. 'S morgens vroeg bij zonsopgang. Een hele mooie ondergrond. Zeer mooi. En dat was een hoogtepunt. De bergroute door Kirgizië. En opeens rijden door tussen de uitlopers van het Himalaya-gebergte. Dus het is groen en opeens is het allemaal sneeuw. Is het opeens helemaal wit. Je gaat de bocht om en groen is het opeens wit. Ik zie Jan, het terracotta-leger, vond ik heel erg leuk. En ik denk dat Mongolië een van de mooiste landen ter wereld is. Ja, waarom? De natuur is overweldigend. Het is hele groene vlakte en met heuvelachtige vlakte en ja, het is nomadenvolk en opeens komen er 600 beesten aan. En vier mannen paarden die jagen die beesten op. En dan het zijn schapen, zijn paarden, zijn zelfs kamelen lopen ertussen. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Geo, jij hoeft er niet zo lang te denken, hè, over de hoogtepunten van die reis. Nee, maar dat zijn ongeveer wel dezelfde punten die Fred ook opnoemt. Ja? Ja, dat ballonvaren was heel mooi met de sunrise, ja. En die bergroute door Kirgizië was prachtig. En dan lijkt het ook wel een beetje Mongolië. Maar als je dan later die foto's uit Mongolië ziet, die wij 10 jaar geleden ook gedaan hebben, dan is dat heel anders, maar ook zeer mooi. Ja. En Bulgara was een hele mooie stad. Oezbekistan, volgens mij. Al met al een geslaagde reis. Absoluut. Toch? Maar ja, we zijn weer terug. En de auto doet het nog steeds. De banden zijn opgepompt. Ja. Wat wordt de volgende reis? Wij willen in september, oktober 2020, dus over 2 jaar, zeg maar, van Cairo naar Kaapstad rijden. Van Noord naar Zuid-Afrika. Aan de oostkant houden we aan.
En halverwege steken we over naar Namibië. En dan denken we in een dag of 40 te kunnen gaan doen. Wat een uitdaging weer. Waar begin je aan? Nou, het is het enigste continent waar we niet geweest zijn. Dus die moet gewoon afgevinkt worden. Ja. Ja, maar dat vergt natuurlijk weer een hoop voorbereiding. Ja, dus we hadden gisteren de eerste vergadering. we doen er 2 jaar over ongeveer. Ja, precies. Ja. Het is een levenswijze van je geworden. Ja, uit de hand gelopen hobby. Ja, ik zeg altijd, ik ben een gewone jongen die ongewone dingen doet. En zo is het denk ik ook. Wat als die auto uit elkaar valt straks? Of dat je niet meer kan of wil rijden? Dan houdt het allemaal op. Nou, ik heb nog een oude Volvo. Dan pakken we die uit de schuur. We hebben meerdere Volvo's. Echt waar? Ja. Met een hoop reserveonderdelen. Dus het kan gewoon weer opnieuw gebeuren. Ja, hoor, onderdelen zijn goed te krijgen. Maar het is dus wel zo, op het moment dat jij terugkomt, dan heb je gelijk alweer zin in een volgende onderneming. Ja, dat vinden mensen misschien vreemd, maar ik ben 14 dagen thuis, nu 2,5 weken. En we kijken nooit zo vaak terug, we kijken vaak vooruit. Hm. Ja. Alhoewel nagenieten kan ook heel erg mooi zijn. Ja, precies. En je kan op een gegeven moment ook denken, nou, dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja. Er komt nog een professionele film en er komt nog een fotoboek. Hm. En dus daar is natuurlijk het wachten op, maar we kijken toch alweer vooruit. Ja. En jij gaat ook mee, Geo? Ja. Over 2 jaar ga ik denk ik niet meer mee. Nee, want? Nou, ik heb 4 keer mee geweest nu en dat was wel leuk. Nou, het kost wel anders niet per dag. Ja. Ik heb wat minder dagen als Fred. Ik werk bij schaapvallen en dat is niet anders. Maar dat waren mooie, 4 mooie reizen, dus ik vind het goed zo. Je zit gewoon thuis aan auto's sleutelen. Ja. Ja, ik denk misschien dat je in de voorbereiding natuurlijk een hoop kan betekenen. En misschien maken ze nog een leuk aanbod. Je weet het nooit. Wij gaan nog een gesprek met meneer Bremer. Ja, dat begrijp ik. Er moet nog even een taart gebracht worden, geloof ik. Hè? Zo, ja, kratje bier heeft hij meer dan. Kratje bier en dan kijken of we kunnen onderhandelen over een paar extra snipperdagen. De reis van Afrika, van het noorden naar het zuiden. En dan? Heb je dan nog iets op je verlanglijstje staan? Ja, heb je alle continenten dus gehad? We hebben alle continenten gehad, maar dan gaan we wat kleinere dingen doen. Oh. Een rondje door de Schotse hooglanden. Dat is wel leuk. Een rondje om de Zwarte Zee, dus naar Turkije rijden. Dan Armenië, Georgië. Oh, dat is ook leuk. Azerbeidzjan. Dat leek ons leuk. We willen nog een keer naar de Noordkaap. En dan eerst naar Sint-Petersburg en helemaal naar Moermansk. Boven in Rusland. En dan naar de Noordkaap en dan via Noorwegen weer terug. Dus dat vinden wij kleine ritjes. Ja, precies. Ja. Maar dat zijn peanuts, hè, vergeleken met die, wat was het, 26.000 kilometer die je nu gereden hebt. Ja. We staan in het Guinness Book of Records als de langste rally ter wereld. Ja. Maak je nou grote vrienden? Ja, je trekt wel heel veel met dezelfde mensen op. En daar zijn natuurlijk heel sympathieke mensen bij. Daar heb je wel een klik mee met een enkeling en daar hou je ook zeker contact mee. Een hele leuke groep hadden we. Ja? Ja, ik kan me wel heel goed voorstellen, want je bent ook een beetje afhankelijk van elkaar. Ja, ik heb 26.000 kilometer bij dezelfde personen in de auto gezeten. En dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dan moet het ook wel klikken, hè? Ja. Dan moet het wel klikken, ja. Ja, je bent wel een keer uitgesproken met elkaar, maar we hebben eigenlijk geen onmogelijk woord gehad. Dus dat is best wel heel bijzonder. Je had een hond, hè, Frit? Ja. Ja, hoe is het daarmee? Heel goed, heel goed. Herkende je die nog? Ja, je had Duncan, dat is een ventje van 13. Die heeft 10 weken lang op Paco gepast. Heeft 4 keer per dag is hij met hem gaan wandelen. Die heb ik een vakantiebaantje aangeboden. En respect zo goed als hij het gedaan heeft. Hartstikke goed. Heel fijn dat jullie er waren. Laten we 1 ding afspreken over 2 jaar. Dan kom je voor de reis en na de reis weer even terug. Geen enkel probleem. Dankjewel.